wel leuk om een keer met zo'n groep mee te gaan, hoe dat is, hè, met mensen die dan toch een bepaalde band hebben met het geloof. Dat heb ik dus ook. Kom je daar mensen tegen die behoorlijk fanatiek of zijn, andere mensen zijn wat zoekende. En dat hangt een beetje van de leeftijd af. En dat vind ik wel leuk. En ja, dat merk ik ook bijvoorbeeld aan tafel bij het eten. Dan krijg je soms wel leuke gesprekken. Ik heb speciaal voor de busreis gekozen om ook de ouderen in het bisdom te ontmoeten. We hebben een aantal mensen mee, oudere mensen die ook zelfs nooit buiten Nederland zijn geweest. En ja, dat is toch wel mooi om dat mensen zo een ervaring krijgen om voor het eerst buiten Nederland te komen. En dan al gelijk met een bus door de bergen te trekken richting Rome. En alle verhalen ook te horen van de mensen. Ja, dat is toch heel bijzonder. Bedevaart, ik denk dat je dan eigenlijk op een diepere laag komt met elkaar. We lopen hier in Rome ook niet rond om nou zoveel mogelijk te zien. Dat doen we natuurlijk wel. Maar waar je geraakt wordt, ik denk dat het belangrijke is van een bedevaart. En dat je daardoor dus groeit in geloof en verbondenheid met de Heer en met elkaar. Het valt me op dat hier zoveel jongeren zijn. Dat is toch een groot pluspunt, vind ik. Het is voor jongeren denk ik heel moeilijk om in de Nederlandse kerk, in parochies waar toch veel oudere mensen zijn, om daar aansluiting te vinden. En te zeggen, ja, is dat wat voor mij? En hier zie je gewoon ontzettend veel jongeren. Gelukkig hebben wij ook veel jongeren mee. Dat is heel goed voor de verbondenheid met elkaar om zo samen een keer op bedevaart te gaan naar Rome. Jullie zijn echt als gezin mee. Hoe is dat nou? Nou, erg leuk moet ik zeggen. Het is goed georganiseerd en we kunnen aanhaken met het programma, maar we kunnen ook afhaken als het even niet gaat. Dus dat is heel fijn. Hoe vind je het in Rome? Leuk. Heb je de paus gezien? Ja. En hoe vond je dat? Heel leuk. Geweldig. Je bent één met elkaar. Het is een verbroedering. Het is de eeuwige stad. Je bent als katholiek bij elkaar en het is één groot feest. Ik vind het machtig. Zo bijzonder met de bisschoppen, zoveel priesters. En dan merk je dat er in ons bisdom ook leeft. En dat er wel weer groei in zit. Het moet eventjes weer komen, maar dat is onze taak om daarvoor te bidden. Ik vind vooral gewoon het samen zijn heel erg mooi. Dat je echt samen je geloof beleeft. En natuurlijk, die gebouwen zijn heel mooi en het is hier ook heel erg bijzonder om de paus te zien. Maar vooral het gevoel van samen zijn vind ik heel erg mooi.